Je ziet ze wel eens buiten lopen op het land. Mensen met een apparaatje in de handen, lijkt het zo. Dat noemt men een detector. Jan Kusters uit Vianen. Jij doet dat al 20 jaar. Ja, ik doe dat inderdaad al 20 jaar. En we staan nu in Sint-Antonis. Of Lediker, moet ik zeggen. En ja, ik ben hier eigenlijk op die akker terechtgekomen, omdat mijn zoon hier is gaan wonen. En toen heb ik met de eigenaar, de heer Peters, heb ik afgesproken dat ik mocht zoeken op die akker. En zo ben ik hier eigenlijk jaren aan het zoeken geweest met zeer spectaculaire vondst. Komen we dadelijk nog even terug, of helemaal terug, op deze akker inderdaad, met die bijzondere vondst. Waar zoeken jullie als liefhebbers, als archeologen eigenlijk naar? Nou, ik ben meer een natuurmens, dus ik ben eigenlijk al tevreden als ik lekker kan struinen buiten op het land. Mijn hoofd leeg kan maken en als ik dan iets vind, dan probeer ik het uit te zoeken en het verhaal erachter te vertellen ook aan anderen. Wat vind je zoal wat je zegt van dat is de moeite waard? Nou, mooi is hier dat ik hier een Romeinse muntschat heb gevonden. En ook heel leuk was, afgelopen jaar een onderzoek met mijn kleinkinderen Janne en Lars. Met twee bijzondere Romeinse munten. En wat nog mooier was, Janne vond een meloenkraal uit de Romeinse periode. En het leuke van zo'n meloenkraal is dat er werd materiaal gehaald uit Syrië en de glasklompen, zeg maar. En de Romeinen die smolten dat om en die maakten daar sieraden van. En daar is ook die glaskraal is op die manier gemaakt. Je enthousiasme gaat zo ver dat je zelfs je kleinkinderen al ook wilt laten delen in het enthousiasme. Ja, als wij het verhaal niet verder vertellen, ja, dan blijft er straks natuurlijk niks over. Dus daar zullen we overal hard aan moeten werken. Maar klap op de vuurpijl was toch wel de vondst hier op de Nullen in Lediker. Nog niet lang geleden, hè? Dat was de muntschat, dat is al langer geleden. En de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, die hebben daarna ook onderzoek gedaan. En toen bleek dat deze akker niet alleen vondst had uit de Romeinse tijd, maar ook uit de steentijd, uit het laat Neolithicum. En de vondsten, zeg maar, die hier gedaan zijn, die zijn ook een klein beetje naar boven gekomen, doordat hier in meen ik in 1986 een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden, waardoor de hogere delen van de akker zijn afgeschoven naar het lagere deel. En de Rijksdienst heeft dat prachtig in een onderzoek helemaal vast kunnen leggen. Je hebt hier rondgestruind op een zekere dag en dan tref je plotseling iets wat je nog nooit getroffen hebt. Nou, mijn verbazing was groot, zeer groot, dat ik hier Romeinse munten vond. En ik ben toen verder onderzoek gaan doen, ook bij de Rijksdienst, die hebben een bestand. En toen bleek dat in de hele gemeente Sint-Antonis was nog nooit iets van Romeins gevonden. En dat vind je dan hier in the middle of nowhere, tegen de prachtige bossen aan van de 10.000 bunder landelijk schoon van de gemeente Sint-Antonis, ja. Toen. Dat was toen, ja. En dan vind je er één en dan vind je er twee. En dan neem ik aan dat je naarstig verder gezocht hebt om er nog meer te vinden als acht. We hebben er eerst twee gevonden, het jaar erop geen, toen weer eentje. En later vond ik er nog een keer een aantal. Dus uiteindelijk zijn het er acht. Met vijf munten van Postumus. Die was een Gallisch keizer van 260 tot 268 na Christus. Daar zat een Clodius Albinus bij. Die zat rond 190. En dan kwam ook nog een dame voor. Dat was Faustina. En
dat was eigenlijk ook wel leuk dat die erbij was. Dan vind je die, ben je enthousiast, je zoekt nog verder en dan wil je het wel even wereldwijd maken. Dan ga je ook naar de, hoe noemen jullie dat, de archeologischdienst? Ja, ik had dan een specialist die kan Romeinse munten goed determineren, zeg maar. Dus zien van welke keizer dat die is. Maar ik heb ook onmiddellijk de provincie, het meldpunt van de provincie ingeschakeld. De gemeente Sint-Antonis op de hoogte gesteld. En ook de Rijksdienst. En de Rijksdienst vond het een dusdanig bijzondere plek om hier een nader onderzoek te doen. Dat hebben ze ook gedaan. En heeft dat nog iets meer opgeleverd als wat jullie al bereikt hadden? Ja, dat heeft veel opgeleverd over het gebied. En het heeft ook aangetoond dat het hogere deel, zeg maar naar het lagere deel in deze akkers was afgeschoten. En dat kon je precies zien in de grondlagen die daarna naar voren kwamen. Het zijn jouw munten? Het is dus zo dat de vinder, daar zijn de munten van. Mits je toestemming hebt van de eigenaar van de grond. En nou, die had ik van de heer Peters. En het zijn zeg maar mooie munten die museumwaardig zijn. Vandaar dat ook het Museum van Oudheidkunde in Leiden, die hebben de munten 5 jaar in de bruikleen gehad in de lade van toen nog de gemeente Sint-Antonis. Dat betekent dat ze door Nederland kunnen gaan, ook naar de verschillende musea? Ja. Zeg maar, voorwerpen kunnen altijd in bruikleen gegeven worden bij diverse musea. En het zou eigenlijk hartstikke mooi zijn als er een plekje in Sint-Antonis zou zijn om deze munten tentoon te stellen. Maar daar is volgens mij nog onderzoek naar van hoe we dat moeten doen. En anders dan gaan ze waarschijnlijk naar het museum Keukelum in Kuik. Maar ze blijven jouw eigendom? De munten die blijven mijn eigendom, ja. Ik neem aan dat Jan Kusters, misschien wel weer met zijn kleinkinderen, verder blijft zoeken, want de bodem integreert jou. Nou, de natuur en de omgeving interesseert me het meeste. Ik moet in beweging zijn, lekker buiten. En als ik mijn kleinkinderen kan interesseren en anderen, dan is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Ik heb ook 2 boekjes afgegeven aan de directie van de school hier in Sint-Antonis. En die gaan waarschijnlijk met een klas daar ook een thema aan besteden. En zo moeten wij eigenlijk het verhaal eigenlijk verder brengen. En ook de historische kring hier. Daar heb ik ook gesprekken mee gehad. En misschien dat we het nog binnenkort ook een lezing kunnen houden. Nou, zoals ik net begonnen ben met de opening, je ziet ze wel eens lopen. We willen jou ook wel eventjes bezig zien. Vooral natuurlijk op die rijke akker hier achter ons. Dat zullen we dan doen. Ik zal mijn gereedschap klaarmaken. Ja, en we hopen dan dat we iets vinden. Maar als we niks vinden, dan ben ik even blij. Ja, dus even over het materiaal dat ik gebruik. Ik heb een metaaldetector. Ik heb een koptelefoon. En in die koptelefoon zit apparatuur. En die heeft een verbinding met die schotel. Verder heb ik een schop natuurlijk om verder het uit de bodem te halen. En door het zwaaien met die schotel kan ik door geluiden kan ik horen als er metaal in de grond zit. Hij reageert alleen op metaal? Hij reageert op alle metalen. Dus alle metalen geeft hij aan. Er zijn ook metaaldetectors met een kleine computer erop. Dan kun je zien hoe diep dat iets ligt, welke vorm dat het heeft en welk metaal dat het is. Maar dat doe ik dus niet, want ik werk ook aan het milieu. Dus alle rotzooi die op een akker ligt, die neem ik mee, sorteer ik en ik heb
Vorige week heb ik nog het lood afgeleverd bij Capsor. En ik kreeg nog mooi €40 voor het lood. Wat als vuil op de akkers meegenomen is. Dus dan kan ik ook weer investeren in mijn detector. Ja. Nou, we gaan dus nu die beweging maken om geluiden op te sporen. Soms loop je een half uur en dan vind je helemaal niks. Maar je weet maar nooit hier. Het is echt een bijzondere akker, dus ik ben benieuwd. Nou. Dit geeft een super geluid. Dus we zullen eens even kijken. Nou, dan ga ik verder zoeken in de grond. Nou, waar zit dat ding nou? Nou, hij moet hier ergens in de buurt zijn. Kijk. Ja, raak. Raak. Spectaculair Romeins. Weer op de akker in Sint-Antonis. Lelijker. Geweldig. Prachtig, ja. Je pakt dan alle, je slaat niks over in feite, of? Alles neem ik mee. Ja, en je slaat ook geen halve vierkante meter over of zo? Ik zwaai dus, ja, kijk, er zijn mensen die lopen heel langzaam, maar dat is aan mij niet besteed, omdat ik ook regelmatig ga hardlopen. Dus ik loop meestal één keer deze kant op. En dan pak ik de akker nog een keer zo. En het blijkt nou, uit mijn ervaring, in de eerste setting heb ik 90% van de vondsten die er lagen. En in de, als ik dan overdwars loop, pak ik nog 10% mee. En een ander die loopt heel langzaam en die doet er waarschijnlijk nog langer over. Dus het is nog redelijk efficiënt ook. Is hiermee dit gebied, zeg maar, Ledenakker Sint-Antonis, een beetje verklaard tot gunstige vondsten, belangrijke vondsten, aantrekkelijke vondsten? Het mooie is dat hier Romeins gevonden is. En waarschijnlijk is het een verdwaalde Romein die de weg van Nijmegen naar Tongeren verlaten heeft. En waarschijnlijk is hij daar zijn geld verloren. De Romeinse weg loopt hier niet langs. Dan moeten we denken aan Kuik enzovoort, en naar het zuiden toe, hè? Ja, de Romeinse weg die loopt in principe van Nijmegen via Katwijk, zover als we nu weten, richting Maashees. Ik noem nu maar het land van Kuik in zijn geheel. Dan gaat hij naar Blerik, Maastricht en Tongeren in België. En dan is het... En dan is het, verder gaat het natuurlijk Frankrijk, Lyon, et cetera. Maar dit is eigenlijk het gedeelte uit deze streek. Ja. Rondom graven is het ook nog wel eens dankbaar om met de detector rond te gaan, hè? Ja, graven is een vestingstad. Is heel veel belegerd geweest en daar vind je inderdaad ook heel veel materiaal, musketkogels, et cetera, uit die periode waar graven beschoten is. Zelfs op deze akker heb ik ook enkele musketkogels gevonden. Maar ja, goed, dat kan andere redenen hebben dat die hier terecht zijn gekomen. En wat je ook hier wel vindt, is materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig geen bommen, want daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik zoek het liefste op akkers en niet in de bossen. Ja. Jullie als amateur-archeologen, ja, jullie doen dit met enthousiasme. En vinden jullie de grond, de bodem hier, zeg maar land van Kuik, dankbaar? Nou, het land van Kuik is zeer dankbaar. Er zijn ontzettend veel sites waar en vuursteen te vinden is uit de Romeinse periode.
Dus ja, het is gewoon bijzonder. En ook, kijk, ook de materialen uit de Tweede Wereldoorlog vertellen een verhaal. Want als je nou, wat ik hier dus ook gevonden heb, bijvoorbeeld een fietsplaatje of een rijwielbelastingplaatje, is ingevoerd in 1924. En de Duitsers hebben het gestopt in 1943. Maar de reden was gewoon, er waren geen fietsen meer. Dus die plaatjes en die belasting die was niet meer nodig. Dus daar mogen we eigenlijk hun nog dankbaar voor zijn. Want anders hadden we nou nog belasting moeten betalen over de fietsen. Ja. Jan, kun jij ons even duidelijk maken op deze akker waar die munten ongeveer lagen? Of misschien kun je het wel precies aangeven? Nou, ik kan het wel even aangeven. Ik zal even met mijn metaaldetector wijzen. Het is in die richting, naar de camping toe. En het bijzondere is, ook van deze akker, dat er ook op oude kaarten kun je dat terugvinden, dat er drie huizen hebben gestaan, of hutten. En door de ruilverkaveling in 1986 is er eigenlijk is die akker helemaal vlak gemaakt. En daardoor zijn die huizen zijn ook helemaal verdwenen. Maar je kunt bij het zoeken op een akker, kun je zien waar aardewerk ligt, waar scherven liggen, stenen liggen er nog, dat daar die huizen gestaan hebben. En dat is voor detectorzoekers zijn dat de meest interessante plekken. We hebben begrepen dat de vondst van de munten op verschillende plekken plaats heeft gevonden. Hè? Je bent ook meer dan één keer geweest om te zoeken. Ja. Kun je ons een plek duiden zo ongeveer? Ja, het is de munten zijn eigenlijk allemaal, dus die acht munten die ook naar het Rijksmuseum zijn geweest, die zijn allemaal gevonden in een heel klein vlak. En dus die hebben oorspronkelijk hebben die bij elkaar gezeten in een beurs of een portemonnee, zeg maar, in de Romeinse tijd. Dus, en dat is gewoon, ja, die hebben gewoon eigenlijk bij elkaar gezeten. En maar, door de ruilverkaveling zijn die iets uit elkaar geraakt. En het ploegen en zo, dan verandert de positie toch een beetje dan? Ja, met name door de grondbewerking is de positie veranderd. Dat is ook de reden dat ik er eerst twee vond en daarna weer eentje en zo. Dus dan komen ze iets hoger, want het bereik van de detector is zeg maar 20, 25 centimeter. Dus anders dan vind je ze niet. Jan, ze zijn, laten we maar een beetje afronden, ongeveer 1800 jaar oud, hè? Ja. Net geen 2000. En dan ga je die ook koesteren, hè? Ze hebben misschien wel wat onderhoud nodig. Nou, ik heb iemand die ze voor mij zeg maar regelmatig een keer nakijkt. Maar ze zijn nu goed geconserveerd, dus ze zijn in een goede staat. Maar als jij weer munten vindt, dan hebben die echt een specialistische behandeling nodig om ze ook op een hele lange termijn te kunnen bewaren. Ja. Ja. Maar de versiering die erop zit, lijkt een meloen. Daarom heet die meloenkraal. Dat is een paar mooie, dat is een vuursteen knol. Dit is een mes, een vuursteen mes. Heel apart.
Dus dit aardewerk is ook gevonden op deze akker. Dus mogelijk dat er ook nog meer Romeins te vinden is. Dankjewel Jan Kusters. En als we het goed begrepen hebben, dan blijven die archeologen wel bezig in het land van Kuik. Misschien wel door middel van jouw enthousiaste kleinkinderen. Ja, wij proberen dus ook de scholen te enthousiasmeren. Dat ze thema's gebruiken van de Romeinse tijd, de IJzertijd, de Bronstijd, vuursteen uit het Neolithicum, etc. Dus als wij het niet doen, dan gebeurt er straks niks meer. Dus daar gaat het om. Dankjewel. Ja.